Je gaat het water laten lopen, alleen als het nodig is, hè, joh? Ja, we leven op de rand. Er zijn mensen die het moeten doen met wat we hebben eigenlijk. Zeker, die zijn altijd chique gekleed en arm en niet. En jij dan? Ik kan niet. Dat was Panorama 5 jaar geleden. De regering beloofde de kinderarmoede te halveren tegen 2020. Wij zochten dezelfde families opnieuw op. De keuken is helemaal rot en kapot, hè. Alles wordt in elkaar gehouden met lijm, met plakband, met koorden. Met 1500 euro als alleenstaande, dat blijft moeilijk. Dat is geen groot inkomen. 13,8% van de kinderen in Vlaanderen wordt geboren in kansarmoede. Dat is in 10 jaar tijd bijna een verdubbeling. Ik wil eigenlijk eens naar Disneyland Parijs. Maar ja, mijn mama heeft daar geen geld voor. Arm Vlaanderen. 5 jaar later. Ik ben Els en ik woon hier sinds 2013. Zijn we verhuisd van het appartement naar hier. Samen met mijn kindjes, Sean, Jason. Ik heb een beetje tante. We stonden al een aantal jaren op de lijst voor een andere woning. Ah ja, steen. Ik ben Jason. Ik woon hier met mijn mama en mijn broertje. Ik woonde eerst vroeger in de blokken en nu woon ik in een rijhuis. En hoe is het om hier te wonen? Beter als op de blokken. Ja, Bas. Is hier soms koud? Ja, het is hier heel veel koud en zo, omdat er toch wind door de ramen komen en zo, omdat er spleten zijn tussen de ramen. Dan hoor ik geluid, dan begint het koud te krijgen, dan kruip ik onder het teken en pak ik mijn kussen erbij. En wat hoor je dan? Oeh. Wat is dat? De wind. Wij hopen dan eindelijk van een goede woning te hebben. Zonder vocht, zonder schimmel. Nou ja, het is tegenwoordig. De gootsteen is ook stuk. Dus ze moeten hun tanden nog altijd poetsen boven het bad. Ja. De keuken is helemaal rot en kapot, hè. Alles wordt in elkaar gehouden met lijm, met plakband, met koorden. Het zijn oude huizen, ja. Mijn mama heeft ook ratten in haar huis, bij de garage. Ze probeert die weg te doen, maar ze komen altijd terug. En bij ons de mieren ook. Ook de rode mieren. Ze doet vergif, azijn, zout. Ze doet alles, maar het lukt niet. Oh, superspeed. En als je zou willen verhuizen, hoe moet je dat dan aanpakken? Sparen. Ze vragen toch minstens 3 maanden. Hier heb ik ook 3 maanden borg moeten betalen. Dus pak dat bijvoorbeeld op een huishuur zit ergens anders dan de privé. En dat gaat makkelijk 500 euro zijn. Dan moet al rekenen 500 euro erbij. En pak 1500 euro, dat is al 2000 euro. Kan ook meer zijn. En dat spaargeld heb je op dit moment niet? Nee, niks. Helaas, geen enkel. Het spaargeld niet. Op school, zie jij verschil tussen arm en rijke kindjes? Want rijken die zijn altijd chique gekleed en arm en niet. En jij dan? Ik kan niet. Kan je ook lezen, hè? Kom maar, je overeen snijden of ga je het zelf doen?
vind je het niet lekker? Eet dat je worstje. Dan heb je toch iets bij. Je zus is ergens anders gaan wonen. Ze is bij haar vader gaan wonen. Jullie missen haar. Ja, dat is alsof dat ze nooit heeft bestaan. Praten jullie over haar? Nee, maar dan begint anders met mijn moeder direct te wenen. Ik ben de kamer van mijn dochter aan het verven. Omdat ik had alles geverfd in september. En helaas, in november was het allemaal weer veel vocht en schimmelplekken. Dus ja, moest dat terug opnieuw gedaan worden. Want in zo'n kamer, ja, ook al is ze niet meer thuis. Als ze wil thuiskomen, haar kamer staat proper in orde. Ik ben Akira. Ik ben 17 jaar ondertussen. En ik woon nog steeds in hetzelfde appartement. Voorlopig dan toch nog. Ja, zeker, dat is goed. Ik ben Akira, ik ben 11 jaar. Ik woon hier met mijn broer en mijn zus. En met mijn mama en papa. We zijn een leuk gezinnetje. Wat is er veranderd? Steve is weg. Mijn ex-stiefpapa. 5 jaar geleden, kort na de opname, is mijn partner weggegaan van mij. Dus ben ik alleen komen te staan met mijn kinderen. Ja. Door zijn vertrek is er in de eerste plaats een schuld overgebleven die ik alleen heb afbetaald, ook op een paar jaar tijd. Van de laatste keer tot nu is ook Amarachi erbij gekomen. Zij is vorig jaar geboren. Ik ben wel blij met haar. Ik was alleen minder blij met de reactie van de papa. We kunnen dat kindje niet wegdoen. Ik had zoiets van, ofwel neemt je je verantwoordelijkheid op, ofwel gaat dat hetzelfde zijn als bij Akira. Dan voed ik die ook maar alleen op. Al ja. Ja. Himika, sta je op? Ik ga wat dicht doen. Bij Rudy, het verschil met 5 jaar geleden is in de eerste plaats dat de kinderen natuurlijk veel groter zijn. Dat ik mijn opleiding gedaan heb ondertussen 2 jaar geleden beëindigd. En dat ik aan het werk ben al iets meer dan een jaar. Ook schuldenvrij, ook al 5 jaar. Dus voor de eerste keer in meer dan 20 jaar schuldenvrij. Amika, kom even. Doe jij koffie in dat dingetje? Daar, aan de... Weet je dat moet? Ik ga het water laten lopen, alleen als het nodig is, hè, joh. Ja. Ja, we zijn niet echt rijk. We zijn ook niet echt arm. We leven op de rand. Wij zijn de mensen van het volk, noem ik het eigenlijk. Zo, ja. Wij zijn... Ja, wij zijn... Mensen die het moeten doen met wat we hebben eigenlijk. Ik ben Mika, ik ben 17 jaar. Ik woon in Leuven, in de stad. Ik woon hier samen met mijn vader. Ik en mijn vader, ja, we zijn wel ja, 2 handen op één buik, maar we hebben ook vaak ruzie. Dus dat is ook al een groot verschil. Mijn zus die heeft een jaar geleden ongeveer besloten om bij haar lief te gaan wonen. Gewonnen. Vorig jaar in maart heb ik mijn certificaat gehaald van opgeleid ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. Na 4 jaar. Het waren 4 geen gemakkelijke jaren. Ja, ik ben zeer trots op hem geweest. En hij heeft mij ook altijd gezegd van als ik daar met mijn diploma behaal, dan wil ik niet ergens laag werken met dat diploma, maar ik wil direct naar het beleid gaan. En dat is hem ook gelukt. Hij werkt nu bij welzijnszorg. Ik heb een beter inkomen als een aantal jaar geleden, durf ik niet stellen, aangezien dat kindergeld weggevallen is voor Anaïs, die verhoogd was.
Dus dat draait rond de 400 euro per maand die wegvalt. Maar ik heb een 400 euro per maand meer door dat ik werk. Dus het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Kijk, ik moet niet wijsmaken met 1500 euro als alleenstaande. Dat blijft moeilijk. Dat is geen groot inkomen. Momenteel krijg ik een 100 euro leefgeld per week. Omdat ik zelf nog altijd kies vrijwillig om budgetbeheer te doen. Voor de veiligheid, ook naar de kinderen toe. Stel nu dat ik de vrijdagavond beslis van met de kameraden een pint te gaan drinken. En ik zou het opmaken. Dan zit ik wel een week zonder geld. Is mijn ding koekjes, uit. Pak iets van de koeken nog. Ik eet niet veel koeken eigenlijk. Waar zou het dan misschien beter wel doen voor een beetje te verdikken? Maar ziet ook een beetje naar de prijs. Ik vermoed dat ik inderdaad niet goed kan omgaan met geld. Omdat ik dat thuis totaal niet meegekregen heb. Ik ben opgevoed voor een stuk in een café en voor een stuk in een instelling. Ik kan nu zeggen, jammer, dat zijn toch dingen die je moet kunnen automatisch. Wel, als je dingen niet geleerd hebt zoals dat moet of ondersteuning krijgt, lukt dat misschien niet. Dag Aline. Ik ga naar de sociale kruidenier. En dat is 2 keer per maand dat ik daar naartoe ga. Dus categorie B, 1 volwassenen met 2 kindjes? Ja. Oké. Okay. We hebben hier bloem. Dat is helemaal gratis. Dat hangt vanaf van uw inkomen. Ja, dat scheelt dan toch een beetje. Dat we een beetje kunnen besparen. Ja, dankjewel. Chocolade. Mijn zoon had er chocolade moeten maken. Met dat geld heb ik dan een beetje kunnen sparen. Dat ze kunnen meegaan op C-klasse, de oudste. En op schoolreis. Ja, dat scheelt dan toch een beetje. Eikenblassla, krulsla. Ja, sla is goed. Die of die? Hoe doe je het nu financieel? Ja, nog even slecht als vroeger. Ja. Dus ik krijg stempelvergoeding als schoolverlater. Ik heb te kort gewerkt om een volledige stempelvergoeding te krijgen. En hoeveel is dat als schoolverlater? 1000 euro, zoiets als het een lange maand is. En dan een klein beetje kinderen bijslag. Bedankt voor alles daar. Ben je ondertussen dan op zoek gegaan naar werk? Ik heb in GTB gezeten. Dat is voor mensen die het lichamelijke en geestelijke wat moeilijker hebben. Die moeilijk aan werk geraken. En er is uitgebleken dat mijn lichaam dat echt niet aankomt. Geestelijk en lichamelijk. En we zeggen van kijk, op samenspraak met een RVA. Hebben ze beslist van oké, dat mocht thuis blijven. Tot wanneer mag je thuis blijven dan? Ik heb nu een papier gekregen. Dat zou in orde zijn tot 2020. Het is gemakkelijk om te zeggen, iedereen moet werken. En dan verdient iedereen mooi geld. En iedereen komt wel uit de miserie. Nee. Een mama die gaat werken als poetsvrouw. En 2 kinderen thuis heeft. En een inkomen heeft van 1400 of 1500 euro de maand. Nee, die is niet uit de kansarmoede. Helemaal niet. Opleiding gevolgd, kansarmoede in sociale uitsluiting in Hasselt. De opleiding zou normaal gezien 4 jaar duren. Ik zat met de zorg van mijn kinderen om ze hier alleen te laten. En dat ik dan toch maar moest zien dat ik ook nog kon studeren. Neemt een babysitter in huis, dat is ook gemakkelijk gezegd. Ik kan dat niet betalen. Dat is gewoon veel te veel. Toen ons mama naar haar opleiding ging. Mijn dagen begonnen om 5 uur. Ons mama wakker maken. Zien dat ons mama altijd haar trein had om naar school te gaan. Om 6 uur mijn zus wakker maken. 7 uur Saiki wakker maken. Naar school gaan. 7 normale uren. Hoe oud was je toen? Ik was toen 12, 13 jaar toen. Ik ben volledig gecrashed omdat ik kon niet meer studeren. Ik wou dat wel, maar ik kon niet meer. Dat is moeten stoppen omdat ik helemaal onderdoor ging. Omdat ik uiteindelijk heel wat telefoons kreeg van Akira. Van mama, wanneer kom je naar huis? Hey, zeg bedankt voor de
sta ondertussen op de ziekenkas. Ik krijg nog altijd een budget van 130 euro de week. Nog steeds. Dus het budgetbeheer gebeurt nog altijd door het OCMW? Ja. Ja, hoe komt dat? Omdat ik dat nog niet zelf ken. Ik ben daar nog niet klaar voor om dat zelf te doen. I wanna be a billionaire. So fucking bad. By all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to En dan een pirouette. Oh, every time I close my eyes. In het buitenland zijn we nog nooit geweest, alleen nog maar in Nederland en in België. Maar wij doen wel veel uitstappen hier in de omgeving. En dan trekken wij ook altijd foto's alsof het lijkt dat we wel op vakantie zijn geweest. Ik heb niet altijd het gevoel dat de kinderen zich minder waarde voelen, alhoewel dat er pieken zijn. Op het einde van een vakantie bijvoorbeeld, dan vinden ze het heel vervelend om je eerste dag naar school te gaan. Want dan begint iedereen te praten over, ik ben naar Italië geweest, ik ben naar Duitsland geweest, ik ben naar Brazilië geweest. En zo, en ja. Naar Slowakije. Ja, ik moet dan zeggen, ik ben gaan zwemmen. Weet je wat wij gaan doen? Nee. Wij gaan zwemmen in Diest. Ja. Wie? Ja. Wie gaat er zwemmen in Diest? Wij. Als dat ging. Dat weet ik niks van. Dat zegt mama al een paar jaar dat we dat gaan doen. Tijdens de zomer is er nog nooit van gekomen. Heb je daar lang voor moeten sparen? Wacht ze. In een paar weken. Dat wat euro's aan de kant, ja. En dan was ik nog verschoten dat dat eigenlijk zoveel is per persoon. Voor dan binnen te geraken, dat was even wel, ah ja, oké. Okay. Ja, het was wel heel fijn. Ja, de kinderen hebben hun eigen er eigenlijk ook wel echt geamuseerd, ja. Van de zomer zijn we ook nog in de vaart gaan zwemmen. Hier in Geel, ja. Toen kreeg ik matig, als ik niet het budget heb om een zwembad te betalen, dan ga ik in de vaart zwemmen. En dan kreeg ik heel vaak te horen van, pas op, wij doen dat al van kleins af aan. En als er een boot aankomt, dan zorgen we ervoor dat we op tijd uit het water zijn. Industrieel activiteiten om dan al die fabrieken, de financiële... De vakantie komt eraan. Wat gaan jullie dan doen? Gaan ze ergens naar een speelplein werken? Nee, wij blijven thuis. Je moet dat ook allemaal betalen ook. Dus ja, het is goedkoper als ze thuis blijven en we samen dingen doen. Maar een keer gaan wandelen. Dat doen we nu wel al. Dus een keer gaan wandelen, een keer naar het park. Dat doen we nu wel al. Dat deed je vroeger niet? Nee. Dat is om hier binnen blijven en ons opsluiten. En nu doen we dat wel al meer. En we gaan ook met de Vrede Wereldgroep samen ergens naartoe. Dan doen we een uitstap met een hele hoop samen. Met allemaal mensen die ja, financieel niet breed hebben. Zeg, nu is bijna vakantie, hè, Sjaan? Wat ga je doen? Niks. Maar ik wil eigenlijk... eens naar Disneyland Parijs. Want bij Kerstmis is er zo'n parade. En bij Londen hebben ze daar echt zo'n grote speelgoedwinkel van Lego. Daar wil ik ook eens naartoe. Maar ja, mijn mama heeft daar geen geld voor. Ze kan maar een paar dingen kopen. Maar niks aan kledij of iets. Alleen maar eten en drinken. Belangrijke dingen die eerst gaan. Wat denk je daarover? Dat is wel eigenlijk goed is. Hoe bedoel je? Want dat is het belangrijkste. Want een dag zonder eten en drinken... Als je dan soms iets vraagt om te krijgen en dat gaat niet, wat voel je dan? Wat denk je dan?
dan vind ik dat niet leuk, maar ja, het kan niet anders. Dus ja, ze heeft niet genoeg geld en de belangrijkste dingen gaan altijd voor, dus... Ik heb in het middelbaar op 3 scholen gezeten. Ten eerste was de sportschool. Waarom ik daar weg ben gegaan, omdat ze mij het gevraagd hebben om weg te gaan. De tweede school, dan heb ik nog uiteindelijk proberen ijzer vol te houden, want ik was gebuist in de sportschool, dus ik moest mijn tweede jaar opnieuw doen. Dat ik dus helemaal niet zag zitten. Dus dan uiteindelijk samen met overleg van het CLB hebben we dan toch besloten dat ik op basis van leeftijd naar 3e in B zou mocht. En dat was dan echt wel... Ik wou dat sowieso doen. Ik wou niet bij die kleinere jongens of kleinere gasten blijven zitten. Dat was een heel irritant gevoel ook. En ik heb me daar echt rood geamuseerd. Ik heb er ook wel streken uit gehaald, dat ga ik niet ontkennen. Maar ze hebben mij er ook gevraagd om te vertrekken. Uit slecht gedrag. Ja, slecht gedrag was dat. Dat was zoiets roken op de speelplaats of een keer een discussie met een leerkracht. Maar nooit met mijn handen of zo discussies gehad. Maar dat ik gewoon niet toegaf dat ik fout was, terwijl iedereen duidelijk zag dat ik in de fout was. Wat hij wil, is dus kort, maar niet zo kort als ik. Iets langer. Hier. Nee, kort. Zo kort als ik. Ja. Het moment dat we dat beslist hebben, was dat voor mij wel een klop. Ik had inderdaad ook gehoopt dat hij verder zou kunnen studeren later. Hogeschool of universiteit, maakt niet uit. Zoals dat hij zelf gezegd heeft, ik ga het beter doen dan mijn papa. Daar had ik al gehoopt dat op school zo zou beginnen. Het kan nog steeds, hè. Ik kan altijd, maar ja, hem toch moeten rappen. Al, Perfect. Ik denk wel dat als je meer geld hebt, dat je dan toch nog wel slimmer wordt in je leven. Want als je meer geld hebt, dan heb je van die ouders die daar... Die willen dat je heel elke dag studeert. En dat je, als je studeert, dan krijg je meer geld. En dan, als je geld hebt, kun je weer de kinderen laten studeren, terwijl zij meer geld hebben. Het is een cirkel. Ik wil, ja. Ik denk dat dat een grote rol gespeeld heeft dat ik het alleen moeten doen heb tegenover ouders die met 2 zijn, waarvan dat de een in de keuken kan staan en dingen doen en de ander met de kinderen bezig zijn en dan een keer switchen of zo. Nu, dat is niet alleen. Er zijn ook echt ook op een paar verkeerde vriendjes gebotst, waardoor dat hij een beetje van spoor veranderd is. Ik had het in de lagere school redelijk moeilijk gehad ook. Ik voelde mij ook vaak alleen. En ik heb geprobeerd te zorgen dat ik snel in het middelbaar vrienden kon maken. Maar ik heb dat gedaan op de verkeerde manier. En ik heb het zo een beetje mijn eigen pad verkleut eigenlijk. Daar komt hij. Dat is in de buurt. Ik zit al van deze paasvakantie thuis. Dus geen lessen meer, niks. Zou ik durven denken. Die was blijven hangen. Ga je graag naar school? Ja. Wat vind je fijn aan school? Voor de lessen van koken. En zo een paar maanden terug hadden we zo nog koken. Dat is superleuk. En vanaf 10 had ik tegen mama gezegd dat ik koken wil doen. En nu volg ik dat nog altijd. Niet vergeten je grill eruit te halen. En je zet een oven op 180 graden. En dan later in een restaurant werken? Ja, en misschien een zaak openen zelf. 1 ei per persoon. 1 ei per persoon. 3/4 water. Justin gaat nu in september een opleiding starten voor de hotelschool. Ze moet heel veel boeken hebben. Ze moeten ook kostuums hebben. En een koksmuts. Messen, dat weet ik nog niet. Dus ik moet ik nu zien in de grote vakantie. Ja. Om alles, elke cent in 4 te doen. En wat als je er niet samen krijgt? Ja, dan heeft hij geen kledij. Secundair onderwijs is heel duur. Heel vaak ook, het valt op dat kinderen die opgroeien in kansarmoede teruggeleid worden naar technisch, maar heel vaak ook naar beroepsonderwijs. Wel, ik kan u verzekeren dat beroepsonderwijs vaak nog duurder is dan ASO. Je moet werkmaterialen, werk... Enfin, het is vaak duurder.
Ik werk momenteel bij welzijnszorg en ik werk daar een specifiek project samen tegen onbetaalde schoolfacturen. Er zijn mensen die misschien de schoolfacturen niet willen betalen, maar die zijn zo dun gezaaid, dat is echt een minderheidsgroep. Dat is echt, en vaak is dat dan nog uit gezinnen waar dat er een echtscheiding bezig is. Papa zegt mama moet betalen, mama zegt papa zal wel betalen. De mensen die de facturen niet betalen, 80-90% als het niet meer is, kunnen het echt niet betalen. Als ik klaar ben, pak ik dat altijd in en pak ik dat mee naar huis. Soms is mijn mama echt zo benieuwd naar wat ik heb gemaakt, omdat ze dat zelf dan niet weet. Wat dat pijn doet, is als ik dan hoor van een directielid of een leerkracht, enfin, ze doen het vaak niet opzettelijk, maar ze lopen hier rond met de gsm, maar ze kunnen de factuur niet betalen. Ik weet gevallen waar dat er alleenstaande ouders 6 tot 9 maanden geen beleg op hun boterham gegeten hebben, geen vlees gegeten hebben om te kunnen sparen, omdat hun kleine een smartphone zou hebben en mee kunnen doen met de rest. En ruik. Smakelijk. Ja, het ruikt heel lekker ook. Smakelijk. Dus gaat de mama daar lekker alleen op eten. Is dat goed? Papa, dat is niet goed. Hoe moeilijk is het om als alleenstaande mama kinderen groot te brengen? Oh, ja, gemakkelijk. Nee, dus... dat is niet gemakkelijk, nee. Er zijn momenten waarop het echt niet gaat. Ja, stelt een goede vraag. Nee, er zijn momenten waarop dat niet gaat, nee. Alleen waar... je blijft ploeteren en je blijft gaan. Maar op een gegeven moment zegt je lichaam, het is gedaan met gaan. En dan... dan lukt dat gewoon niet meer. Na de relatie met Steve ben ik volledig gecrashed. Ik ben echt wel down geweest. Ik heb echt in een put gezeten. Ja. Oké, ik heb toen iemand anders leren kennen. Ik ben daar zwanger van geraakt. Dus mijn hormonen waren ook nog eens aan het spelen. En dan ben ik hier op een gegeven moment echt wel beginnen flippen. En het is helemaal misgegaan. En ik ben te ver gegaan met mijn kinderen. Wat dat maakt dat hier dan politie is moeten komen. Interventie van politie. Ja, toen is het allemaal een beetje samengevallen. En toen hebben we een hele woensdagnamiddag op politiekantoor gezeten. Met crisiscentrum en zo erbij. En toen heb ik de vraag gekregen van, hey, wilt je nog naar huis of niet? Dit is mijn kamer op internaat. Ik zit hier met mijn broer en mijn zus. Ik heb hier 2 jaar geleden voor gekozen om naar hier te komen. Elk weekend gaan we naar huis, dus vrijdag na school gaan we gewoon naar huis. En in de vakanties zijn we gewoon thuis. Ja, welke examens heb je morgen? Opvoedkunde. Dus zo lichamelijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling. Dat is je hoofdje. Daar kun je niet aan bijleren. Er is thuis veel gebeurd, 2 jaar geleden. Ik wou gewoon weg uit die situatie. Zo'n beetje alles een plaats kunnen geven en zo. Ja, dat was heftig. Was je helemaal boos op je? Als mama was teleurgesteld. Heel hard teleurgesteld en gekwetst. Maar ja, ik moet ergens leren aan mezelf beginnen denken. En ik denk dat toen een grote stap is geweest om wel te zeggen van... nu mag ik wel eens aan mezelf denken. Vond je het fijn? Nog een zusje erbij. In het begin had ik zoiets van, als ik dat echt eerlijk mag zeggen, waarom nog een kindje als het met ons nog niet helemaal perfect gaat, laat het maar zeggen. Maar ik was wel blij voor haar, want dat geeft ons mama ook wel zo nog net zo die extra kracht om gewoon door te gaan. En dat er nog wel iets is om voor te leven, bij wijze van spreken.
beste leerlingen, ouders, hartelijk welkom op de proclamatie. Annelies is ondertussen 19 jaar, is recent afgestudeerd in buzo-onderwijs. Ik was daar heel fier over. Het had me ook een beetje dubbel gevoel, omdat eigenlijk ja, twee jaar later, binnen twee jaar, zou Mika afgestudeerd zijn. En dat is nog niet aan de orde. Annelies. Ik ben zeker een stuk mee verantwoordelijk voor de mogelijkheden en de kansen die mijn kinderen gehad hebben. Ja. Ik heb zeker ook fouten gemaakt. Maar ik vertik het van alle verantwoordelijkheid op mij te nemen ook. Echt waar, nee. Want ik heb ook heel hard mijn best gedaan. Het zou beter geweest zijn had ik iets meer slagkracht gehad financieel. En ik denk dat dat ook een maatschappelijk probleem is. Kijk, mijn dochter had een aantal beperkingen. Wij hadden recht op steun van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap. Pas na 6 jaar... heeft mij dat iemand komen vertellen. Ik wist dat zelfs niet dat dat bestond. Ja, als je dat nooit gehoord hebt. Ja, ik ben heel veel verloren door tekort aan informatie. Door de overheid, zei de Leuvense overheid, zei die van de Vlaamse of nationaal, maakt niet uit. Ik zit er al in van kleins af aan, van met mijn ouders. En als je de hulpbronnen weet zijn, dan kun je er gebruik van maken. En zijn zij degene die je stuk voor stuk mee naar omhoog kunnen krijgen. Maar je moet er nog altijd zelf achter vragen. En je moet het maar weten, hè? Want anders kun je er nog niet achter vragen. 3, 2, 1, ja! Ik zelf heb geen voordelen gehad van de overheid uit, de laatste 5 jaar. Die 1 euro maaltijden, dat kan misschien interessant zijn voor sommigen, maar het betekent dat een kind die geen 12 jaar is, voor 1 euro mag gaan eten in een sociaal restaurant. Als mama of papa mee zijn, die moeten wel volle pot betalen nu, natuurlijk. Als er nog broer of zus mee is, die moeten ook volle pot. Ik moet dat maal 4 doen. Hè. Allee, ja. Dan ligt dat nog altijd rond een 20 euro. Hè. Ik bedoel, of. En oké, dat is goedkoop. Hè. Voor mensen die wat geld hebben, is dat goedkoop. Maar voor mij is 20 euro wel veel geld. Ja. Want met 20 euro heb ik op de markt al mijn groenten gekocht en al mijn fruit. Ja. Ik zou het fijn vinden dat in scholen 1 euro maaltijden zouden kunnen gereserveerd worden voor jongeren die het minder gemakkelijk hebben. En mijn factuur zou wel lager liggen, ja. Ben je kwaad soms? Ja. Op wie? Op alles en iedereen. Dat ik geen kans gekregen heb. Op mijzelf en ook dat ik zo dom geweest ben. Om, ja, om met die en die persoon een relatie te starten, dat dan toch op niks trok. Ja. Kwaad op mijzelf en dat ik mijn kinderen niet de kans heb gegeven die ze verdienen. Ik had altijd gezegd als ik klein was, ik wil ook kansen in mijn leven. Ik wil een eigen huis, ik wil een goede job, ik wil de wereld ontdekken. En zie mij nu zitten, 49 jaar later en nog niks bereikt. Het was... Hoe zie jij je toekomst? Goed. Hoe ziet dat eruit als je ogen dicht hebt? Als ik zo koop ben en zo zelf een zaak hebben, dat er veel klanten zijn en veel inkomsten dan. Zou je graag meer centen hebben? Ja. En wat ga je dan doen met je centen later? Ja, gewoon dan sparen. Voor een auto of een motto. Denk jij dat je het later beter zal hebben dan je papa? Ik denk dat niet, maar ik weet dat. Want mijn papa die leert mij nooit roken, nooit drinken, niks doen, niet stelen, geen strafblad. En ja, als ik dat kan doen dan, en mijn school kan afmaken en een diploma, dan hoop ik wel, dan denk ik wel dat ik het beter kan doen, ja. Dus zeker nog niks verloren met de Mika, maar op zich op de schoolbank gaan zitten nog voor de rest van de tijd dat moet. Dat zie ik hem niet doen, dus we hebben dan maar besloten om te starten met het leercontract. En lukt het, Mika? Ik krijg dat stukje niet uit. Het zal daar gewoon pure kracht zijn, dat moet zeker.
In september dan ga ik proberen bij Velo een echt contract vast te krijgen. Een echt werkcontract. En dan ga ik me proberen inschrijven bij Sintra in Antwerpen. En dan kan ik daar bij Velo mijn geld verdienen en één dag naar school bij Sintra gaan. En zo de laatste 4 jaar om mijn school afmaken. Of toch proberen. Hoeveel moet je nog? Nog 4 na deze. Want ik blijf zitten, dus ik blijf sowieso in het 4e. En dan nog het 4e, het 5e, het 6e en het 7e. Dus nog 4. En je bent nu? 17. Dus als je klaar zal zijn? Ben ik 21. Dat maakt me niet uit, ik wil mijn diploma sowieso halen. Nog altijd. We doen ons best. Mijn droom nu zou zijn dat ik voor 10, 15, 20 jaar mijn eigen huisje heb, of toch al iets van mijn eigen heb. Dat ik mijn gezinnetje heb, dat ik 's ochtends gewoon naar mijn werk vertrek, dat ik een fietsmechanicus heb. En dat ik mijn gezin, mijn ouders, kan ondersteunen als zij het moeilijk hebben. Dat is alles. Ik hoop gewoon dat het goed komt met mij. Ik denk dat dat nog altijd wel mogelijk is. Hè. Gewoon een beetje vertraging. Gewoon een kleine file gehad onderweg. Ja. We zijn nu in mijn studio in Turnhout, waar ik deze week ben ingetrokken. Ik ga hier wonen, 7 op 7, begeleid zelfs van de gewone eigenlijk. Je krijgt een begeleidster of begeleider. Die komt dus langs om te vragen hoe dat gaat. Die je helpt met rekeningen betalen. Ja, ik heb dat wel meegekregen van thuis, maar dat was zo papieren in kaf te steken en rekeningen bij het OCMW binnen doen. Niet zo rekeningen zelf betalen en zo. Dus dat wordt wel een stap waar ik veel begeleiding in zal nodig hebben. Financieel krijg ik elke maand onderhoudstoelage. Van die 900 euro gaat er 430 af naar huur, water, elektriciteit. Er wordt ook mijn school betaald. Iets gaan doen met vrienden of zo. En dan moet ik nog zien voor mijn eten. De cirkel thuis die bleef zich ergens maar herhalen. Ik heb er gewoon voor mezelf voor gezorgd dat ik een andere cirkel kan creëren die misschien ook wel op thuis gaat lijken. Maar dat is anders als je dat zo alleen doet dan dat je dat zo met 4 man probeert te doen die altijd aan het botsen zijn. Als het niet goed gaat. Het is niet dat ik weg wil lopen van de situatie, maar het is iets willen veranderen. Wat is je doel nu? Een diploma in mijn handen hebben. Ja. Wat hoop je voor jouw kinderen? Als ik ooit kinderen zal hebben... hoop ik dat ze niet hetzelfde moeten meemaken als mij. Dat die gewoon kind kunnen zijn. Niet te vroeg volwassen moeten worden. En dat die vooral gelukkig zijn. Dat is denk ik het belangrijkste.